Hé meisje, ja, lekker hè. Overal lekker blaadjes eten. En zo koud is het niet hoor. Hoe ruim neem jij de bocht? Nou, nog ruimer als wat ik doe. Zie je dat? Ik heb daar een hondje voor me. Daar heb ik Roo. Daar heb ik Roos staan. Met de twee zusjes. Zitten. Kom maar deze kant op, liefje. Kom maar. Kom, deze kant op. Kom. Kom, deze kant op, lief. Deze kant, kom. Jullie zijn er weer. Nou, dat is gezellig. Ja, dus welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag alweer zondag 6 december 2020. En wij zijn namelijk Roderick en Karin Stammel van de Werf. Ja, dat zijn wij. En zoals je ziet ben ik weer lekker aan het lopen met mijn meisje. En Roderick is lekker aan het lopen met de twee zusjes. Ja, we gaan zometeen nog even naar de Jumbo. Want Ro moet melk hebben. Ro die moet een ander kabeltje hebben, dus we moeten ook nog even naar de Action. Dus bij deze wensen we jullie weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hé meisje, ja lekker hè, overal lekker blaadjes eten. En zo koud is het niet hoor. Wat de baas zegt, de baas die vindt het koud. Nou ik niet. Nee, ik vind het lekker. Het is echt niet koud, nee. Het is totaal niet koud, nee. Ja, toen was ik lekker aan het lopen met jou, hè. En zo koud is het niet, hè. En wat de baas zegt, nee. Het is niet zo koud, hè. Nee, hè. Kom maar. Ja! Goed zo. Jij. Zo. Nou, het is weer in ons... Tototje, zoals Roderick dat zou gaan zeggen. Tototje, toch? Tototje. Tototje, ja. Ja. En, hoe, en is het nog glad? Valt mee. Valt mee, oké, dat is mooi. Dat het meevalt. Ja. Ja, we mogen door. Yeah, het is groen voor ons. Joepie. Dagtram, doortram. Kijk. Alleen deze lange invoerstrook was er nooit hier. Was een korte invoerstrook, naar mijn idee. Net zoals hier, dit was ook nooit zo lang, naar mijn idee. Nee. Moeten we even kijken op een op... Zo, wauw, oké. Okay. Zonder knipperlicht aan te geven. Ja, ja, oké, okay, handig. Ja, ik heb altijd wel wat te zeuren, jongens, in het verkeer, altijd. Ja. Komt ja, en dan kun je door. Nou, meestal wel. Als de tram van links op rechts komt, zou je niet doorrijden. Nee, maar vanaf deze kant, als je in principe meerijdt, kun je gewoon mee rijden. Zo wat. En dit is het enigste flitspaal op de Hofzichtlaan. En de Hofzichtlaan heb je in Voorburg en in Den Haag. Ja, heel erg handig. Dus als je eens een keertje vraagt, ik moet op en op de Hofzichtlaan wezen. Nou, welke Hofzichtlaan? Nou, Hofzichtlaan. Kijk, handig. Nou, en dan kun je dus een vraag krijgen. Waar? Den Haag of Voorburg? Dat is handig. En als reiswerk. We gaan naar reiswerk. Jij, welke van de drie? Ja. Zuid-Holland, Brabant of Gelderland? Ja. Handig.
kaars uit. Kan hem wel, hoeft niet. En de tram die is zelfs langzaam. Dat heeft hij. Oh nee, hij komt er al aan, hè? Ja, behoorlijk snel. Het trammetje die komt eraan, dus dan hebben wij zometeen groen. 3, 2, 1, dat zeg ik, dan hebben wij groen. Ja, maar daar niet. De tram gaat ondergrond, en wij niet. Worden wij nu gediscrimineerd? Ja. En ze hebben echt geen nummers meer, hè? Ah, jawel. Ja, we hebben groen. Kom maar. Kom, rijden. Ja, ik mag zo filmen, jongen. Ik zit niet in het moment. Jammer, jongen. Wauw, dat is pas mooi. Ja, dat is mooi, mooi, mooi man. Het leven dat is een groot feest. Tralalalalala, mooi. Ja, een mooi deskam, vind ik leuk. Vind ik grappig. Even kijken, want het staat nog steeds op rood. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, dat kunnen jullie zien. Schrappig, nu net. Kijk. Niet zo dicht erbovenop, lief. Klaar. Niet doen. Als de politie naar voren gaat, hoef jij niet naar voren. Nee. Nee. Kijk, nu is het groen. Jij staat te dicht erbovenop, lief. Niet doen. Je zit alleen maar hun te etteren. Ja. Iedere keer een klein stukje naar voren. Niet doen. Hoe ruim neem jij de bocht? Nou, nog ruimer als wat ik doe. Zie je dat? Oké, een grote bus. Ja, een grote bus, maar de koekoek. Met onderspiegeltjes, dat is leuk. Ja, nou, die kunnen wij ook hebben hoor, hier. Onderspiegeltjes. Ja, is toch handig? Ja, is goed. Nog meer spiegeltjes, wauw, doe maar, zegt hij ook nog. Goedemiddag allemaal. Komt het treintje. Hekje sluit helaas niet automatisch. Sluit wel goed. Is metertje hoog of zoiets. Plus minus. Ruim gebied. Hek eromheen. Plekjes om te verstoppen. Plekjes om te spelen. Balletje gooien. Eten drinken. Er zijn geen bankjes om te zitten, er is wel een afvalbak hier. Geen bankjes zitten om iets te eten. Dus je kunt blijven lopen of je eigen stoel meenemen. Er is water, er kunnen honden zwemmen. Alleen aan de overkant van het water, daar is geen hek. Dus houd je hond van zwemmen, zodat hij een beetje aan deze kant blijft. En is je hond een wegloper, dan is dit niet echt een hele geschikte plek. Maar het is wel groot. Groter dan Voorburg, naar mijn idee. Toch wel een bankje. Toch wel één bankje en met één afvalbakje. Maar hier aan de... Daar hebben we dus een fietspad. En daar hebben we dus geen hek. Dus is je hond een wegloper, dan zou je dit toch even in de gaten moeten houden. Als het dus ook nog eens een keertje een zwemmer is. Ja. Het is hier een watertje, fietspad. Weer een watertje. En aan de zijkant is er weer een brug. Ja.
Rusland weer teruglopen. Latvia zit goed, waar niet mag. En aan die kant hebben we dus ook een weglopen van 50 km per uur. Ja. Dus daar wil je hond niet onder hebben, nee, lijkt mij. Het is een woonwijk, dus dat is wat rustiger. Een woonwijk, yep. Ook met een bruggetje na het poortje. Moet je lekker loslopen. Hey! 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 Ook maar even aandacht. Hey! Jij valt mooi op. Aandacht, ja. Ik sta donker en precies. Nee, echt hè? Hi. Dus dat. Die vliegtuig die vliegt nu daar, die we zagen. Ja, je kan die lekker de hond laten zwemmen. Hoe zei je dat? Je kan lekker de hond laten zwemmen hier. Ja. Dan houden we even een rollijn of zoiets aan de hond vast. Je kan hier achter jou, aan die kant. Lekker droog rennen. Ja, precies. Het is even verstandig. Dus als je hond van zwemmen houdt, lekker aan die kant te gaan staan. Ja, mijn honden, en mijn honden in het algemeen, en die gaan hun eigen weg. Ja, goed, maar hij voelt zich toch aangetrokken tot jou. Hij opzij. Yep. Dus ja, en dit is dan alweer het einde. En dan laat ik Roo eventjes weer open en dicht doen. Kortste stukje, zeg maar. Van, ja, bruggetje. Van de overkant. Wel netjes dat ze het hekje ook onder de brug hebben gedaan. Ja, maar zoveel scheelt het niet. Als je een hond hebt die van zwemmen houdt, is het niet handig. Eigenlijk hadden ze hem gewoon daar en bij die schat. Hallo. Eigenlijk hadden ze hem daar aan de overkant ook gewoon een hele hek moeten plaatsen. Officieel. Ja, ach ja. Ja. Ach ja. Ja, slotje. Ja, slotje. Doe maar slotje. Slotje, nee. Ja, Nederlands. Ja. Hé, jullie zijn er ook weer. Nou, dat is gezellig. Hé. Hey. Ja, we zijn dus even druk bezig met 1. YouTube. Even alles goed op een rijtje zetten. En met nieuwe playlisten te maken. En alles weer even te ordenen met de goede hashtag vlogs met de benummering. Zo, goeiemorgen. De vernummering, als jouw moeder dat klopt. Vernummering, ja, precies. En we hebben net even een ander account aangemaakt, gezamenlijk, voor mijn andere werk, die ik thuis doe. Hij staat nog niet in, hè? Maar jawel, daar. Oké, maar toppie. Helemaal goed. Yay, hoe doen we dat? Wauw, hoe doen we dat? Hey, kerel, kom maar 1, 2. Kom dan. 1, 2. Kom dan. Kom dan. Ja, kom dan. Hey, ja, hé. Mijn lieftallige rode takduivel. 1, 2. Dus rustig. Wil je gewoon een kus geven, oké? Okay? Dat is mijn nagel, maar dat is mijn liefdallige leuke ketting. Ja. Ja. Kindje, hè? Kijk er dan ook hoe die erbij zit. Staat zit. Nee, doe maar niet. Maar je bent lief. Bah, bah. Jee, daar waren we gebleven bij 250. Ja. 250. Ja, 250, 52, 53, weet ik veel. En bij vlogs. Moet vlogs er wel bij? Gewoon. Ja, tuurlijk moet vlogs erbij. Dat hebben we zo erg gekopieerd, ja. Niks, ik zeg wel niks. Ik zeg niks, ja. Ik zeg helemaal niks. Lekback, hè? Hier waren we al geweest, hoor, lieve schat. Hier waren we al geweest. Ja, maar dat is niet goed.
Oh ja, tuurlijk. Het is niet goed. Nee, het is waar ook. Haha. Ja, je bent lief, ventje. Hm? Zo. Ja, je bent lief. Ja, omdat ik dat zeg. Hé? Nee? Oh, wauw, je bent zo lief, hè. Ja, je bent zo lief. Doei. Dag. Bah. Och ja, wij gaan even weer verder. Ja, komt helemaal goed. Ja, komt helemaal goed.